Ja, goedemorgen iedereen. Ik ga met jullie doorheen de laatste afdeling van het hoofdstuk van de bronmaatregelen in het stikstofdecreet. En deze afdeling heeft dus betrekking op de bronmaatregel voor mestverwerkingsinstallaties. Ik heb de slides onderverdeeld in drie titeltjes. We gaan eerst dieper in op het begrip zelf. Daarna komen de bronmaatregelen aan bod en dan rest nog enkel de evaluatie die voorzien is in het decreet. Dus starten doen we bij het eerste artikel van de afdeling en dat is artikel 14. En in dat eerste lid staat dus dat die afdeling van toepassing is op mestverwerkingsinstallaties. Maar het is wel belangrijk om ook het tweede lid goed in het achterhoofd te houden bij die afdeling, want dat voorziet namelijk een specifieke afbakening van het begrip voor deze afdeling. En die afbakening die bestaat uit drie delen. Het eerste is dat het moet gaan om een inrichting van de rubriek 28.3c of 28.5 van de indelingslijst. Die rubriek 28.3c, dat zijn de inrichtingen waar het dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt met een capaciteit op jaarbasis van meer dan 25.000 ton mest. Daarbij wel de uitzondering dat de inrichtingen voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest, zoals vermeld in de rubrieken 9.3 tot en met 9.8, daarvan uitgezonderd zijn, dus dat is bedrijf-eigen mest. De rubriek 28.5 dan op zijn beurt, die heeft betrekking op de biologische verwerking van mest met een verwerkingscapaciteit van meer dan 75 ton per dag. Dan het tweede criterium, dat is dat de vergunde mestverwerkingscapaciteit tenminste 40.000 ton per jaar bedraagt. En tot slot het derde is dat het moet gaan om een andere bewerking of verwerking dan uitsluitend mestscheiding of biologische behandeling van de dunne fractie. Nu, de motivering voor deze specifieke afbakening van het begrip voor deze afdeling is te vinden in het feit dat dit de grootste installaties zijn waar nog een wezenlijk reductiepotentieel kan bewerkstelligd worden en deze installaties verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van de ammoniakemissies binnen de sector van de mestverwerkingsinstallaties. Dan, we wouden toch in de presentatie zeker de nadruk leggen op het begrip mestverwerkingsinstallatie, want in artikel 2 van het decreet bij de algemene definities is dus ook een definitie te vinden voor het begrip mestverwerkingsinstallatie. Dus voor de bronmaatregelen van afdeling 3 was er dus wel nood aan een specifieke invulling, die we daarnet gezien hebben, want dat zijn de maatregelen die op basis van de PAS dienen te worden genomen en die niet steeds betrekking hebben op het ruimere begrip van de algemene definitie. Nu, die van artikel 2, de algemene definitie, daar wordt vertrokken van de aangifteplichtige mestverwerkings- of mestbewerkingsinstallaties, zoals bepaald in het mestdecreet. Dat wil zeggen dat het gaat om de uitbating van een bewerkings- of verwerkingseenheid met een capaciteit voor dierlijke mest of andere meststoffen van minstens 300 kilogram fosfaat per jaar. En dan het tweede deel van die algemene definitie voegt dan ook voor de duidelijkheid toe dat de inrichtingen van dierlijke mest, zoals vermeld in rubriek 9.3 tot en met 9.8, uitgesloten zijn. Dus zoals al gezegd, die rubriek 9.3 tot en met 9.8, ja, dat gaat over het verwerken van de bedrijfseigen mest. De definitie van artikel 2 van de algemene definities dus, heeft louter betrekking op installaties waar mest van derden wordt verwerkt of bewerkt. En die is algemeen van toepassing in het decreet, maar voor de afdeling van de bronmaatregel geldt die eigen specifieke definitie van artikel 14, tweede lid. Maar die algemene is wel nog altijd zeer belangrijk voor bijvoorbeeld de beoordelingskaders. Dus goed, dit goed in het achterhoofd houden, omdat ze, ja, onder mestverwerkingsinstallaties twee definities te vinden zijn. Nu, de bronmaatregel voor mestverwerkingsinstallatie. Ten eerste, wie moet die implementeren? Dat is de exploitant van een mestverwerkingsinstallatie die vergund is voor de datum van inwerkingtreding van het decreet. En het gaat dus om de mestverwerkingsinstallatie van de specifieke definitie van deze afdeling. Wat moet die juist doen, die exploitant? Die moet minimum één ammoniak-emissiereducerende maatregel nemen. En deze maatregel moet ook opgenomen worden in de vergunning. Let wel. Een capaciteitsvermindering wordt hier niet in aanmerking genomen als zijnde maatregel. En de reden hiervoor is dat er momenteel geen concrete emissiefactoren beschikbaar zijn gerelateerd aan een verwerkingscapaciteit. Bij veehouderijen is dat bijvoorbeeld wel het geval en dus is een vermindering in capaciteit daar een optie.
Nu, in de rand daarvan, in de memorie van toelichting van het decreet, is ook terug te vinden dat via de mestbank aangifte voor elke mestverwerkingsinstallatie een jaarlijks verplichte aangifte gedaan zal worden van de ammoniakemissie per emissiepunt. Dan, tegen wanneer moeten ze de bronmaatregel realiseren? Dat is tegen uiterlijk 1 januari 2027. En tegen dan moet die maatregel dus opgenomen zijn in de vergunning. Let wel ook, tenzij, tegen wanneer moet, ja, dus tenzij, als er al een maatregel in de geldende vergunning vervat zit, die, tenzij alle maatregelen in de geldende vergunning die nog niet in de vergunningstoestand van 1 januari 2015 zit of zat, die zijn dus, dat is de tenzij daarbij. Zoals eerder in de presentatie ook al vermeld, overigens, ligt er een tweede decreet voor, het voorstel van decreet over de ammoniakemissie reducerende maatregelen. En dat ligt momenteel bij de Europese Commissie in het kader van het vervullen van de zogenaamde TRIS-procedure, dus die moet nog goedgekeurd worden. Maar dat tweede decreet bevat naast de mogelijkheid om ammoniakemissie reducerende maatregelen vast te stellen, ook voor de mestverwerkingsinstallaties. Ook een bepaling die aan de Vlaamse regering de opdracht geeft om de sectorale voorwaarden vast te stellen voor mestverwerkingsinstallaties, waarbij dat dus de Vlaamse regering minimaal de verplichte technieken voor ammoniakemissiereductie en de constructie- en werkingsvoorwaarden voor de luchtwassystemen moet bepalen. Maar dat zit dus in het tweede decreet, dat in de TRIS-procedure nog zit. Nu, hoe gaan ze dat moeten doen? Er werd voor de vergunningsplichtige verandering of een bijstelling van de voorwaarden die uitvoering geeft aan de bronmaatregel ook nog expliciet bepaald dat daarvoor de meldingsprocedure op overeenkomstige wijze kan worden toegepast. Tot slot nog het laatste titeltje, de evaluatie die voorzien is voor de bronmaatregel. De Vlaamse regering dient in 2028 na te gaan of de doelstelling voor de sector van de mestverwerkingsinstallatie gehaald is. Het gaat concreet om een reductie van de ammoniakemissie met 30% ten opzichte van de emissies in 2015. En wat betreft de emissiereductiedoelstelling voor de sector van mestverwerkingsinstallaties, is het ook wel op te merken dat de sectordoelstelling beperkt is tot het geheel van de installaties vermeld in artikel 14. Dus dat gaat dan om die specifieke definitie en niet die algemene. Nu, als de doelstelling niet gehaald zou zijn, dan dient de Vlaamse regering bijkomende maatregelen te nemen ten aanzien van de mestverwerkingsinstallaties. Maar ze dient daarbij wel er rekening te houden met de reeds geleverde individuele inspanningen, dus van een bepaalde exploitant. Als een mestverwerkingsinstallatie al maatregelen heeft genomen die minstens 30% reductie opleverden, dan is die vrijgesteld van bijkomende maatregelen. Het is nu wel onder voorbehoud die vrijstelling, dat die vrijstelling zelf de realisatie van de doelstelling niet onmogelijk zou maken in het totaalpakket. Oké, daarmee zijn we aan het einde gekomen van de afdeling 3 bronmaatregelen. En dan geef ik het woord graag aan mijn collega's die het deel vergunningverlening zullen duiden.